Oh ja, is dat zo? Is dat zo? Nou dan. Ja, lieve vrienden, het is zondagmiddag en ik wens jullie allemaal een hartelijk welkom toe op een gloednieuwe vlog van ons. Mijn beestjes en mezelf. En we leven op 18 maart. Ja, de tijd gaat snel. Inderdaad, en het is al 2:03. Ik heb visite van mijn twee lieve zusjes. Ja, eentje staat er buiten te roken, Astrid, die niet gevlogd wil worden. En Chrissy, nou ja, die wil wel gevlogd worden, maar die zit even voor de pc. Dus ja, die is even druk bezig. En ik wens jullie allemaal een hele fijne zondagmiddag. En het is prachtig mooi weer. Maar oh zo koud. Ja, oh zo koud. Brrr. En er staat er eentje buiten te roken. Nou, brrr, ik moet er niet aan denken. Hallo allemaal. Hoi. Als je naar buiten moet, kleed je goed aan, want je bevriest. Als het ware. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En tot later vandaag. Doei, doei. Zo, wat doe jij daar? Met tante Chrissy kroelen. Oh, wat fijn hè, met tante Chrissy kroelen. Ai. Hé, ja, anders had baasje dat met jou gedaan. Ik ken nou niet meer. Nee, met tante Chrissy wel. Hé, ja. Potterdikkie. Ja, hoe... Ja, en die leggen lekker te slapen. En mijn visite die is al een aantal uurtjes de deur weer uit. Ik zat even op Facebook, maar even kijk eens. Ik zal eens proberen in te zoomen. Allemaal kraaien. Waar komen ze op af? Zo dan. Ik ga weer naar binnen. Ja, en ook mijn eten is er net gebracht. Dus ik kan lekker gaan eten en smullen. Maar ja, er komt natuurlijk uiteraard weer een bak koffie bij. En een wijntje erbij. Want waar is mijn eten zonder koffie en een wijntje? En natuurlijk mijn placemat, die ik nou uit de la pak. Ik zal ik even op tafel leggen, dus ik moet jullie even optillen. Ja, dat is lekker hè, meisje. Waar ben je? Ja, daar zit je. Dus, ja, maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Kijk of dat zo wil. Nou ja, dat staat een beetje scheef. Dan hoop ik dat ik wel rechterop kom. Zo. En dan water opzetten. En blip. En zo, de koffie. Ruikt lekker in meisje. Wat verdik je dan? Ja, ruikt heel erg lekker. Hé, meisje. Snel. Zo.
En dan moet ik daar ook even plaats voor maken, dus jullie moeten er even verder naar achteren. Zo. Nou, ze zeggen proost. Zo, lekker, lekker. Nou ja, nou moet ik even wat aan de kant zien te schuiven. Dat allemaal wil. Want ik moet dat uitpakken. Oh. Dat is een bon. Maar ik zoek wat. Wat ik nog niet kan vinden. Ja, dat ruikt lekker, hè? Sambal bij, lekker, lekker. Ik had soep besteld. Staat er eentje met de pootjes recht overin. Hé? Ik had soep besteld. En dat zie ik nog niet. Heel vreemd. Oh, maar dit ziet er voortreffelijk uit. Ja, ik moet eventjes ruimte creëren. Dat is koffiewater. Zo, dan gaan we die dubbel. En dan halen we de tas even weg. Die doen we daar. Zo. En dan kijken of het hierin zit. Kijk dan. Oh. Garnalen. Gepaneerde garnalen. Ja, en dan heb ik een beetje saus. En ik heb een schaal met bami. Ja. Ik vlugdrijst wel, maar ik heb het ook wel in huis. Die pakken we even toch wel weer in, hè? Even geduld, even geduld. Wat gaat het? Zo, het wordt koud, een beetje kleber. En dit is al voor één persoon. Kun je nagaan? Dat is veel te duur. Te veel, hè? Ik neem mijn uurtje, het is helemaal niet duur. Ik ga even de soep in een kom doen. Wat af. En wat het mooiste is, die bakjes. Je kunt ze in de vaatwasser afwassen. En dan helemaal er weer wat aan om wat erin te bewaren. Het zijn ook soep of wat dan ook. En kijk, dit is vriezen, hè? Ideaal. Achter mijn beeldscherm van mijn pc. Daar ga ik lekker een meisje zien. Heb ik ook zo'n bakje staan en daar heb ik dan snoepjes in zitten. Ja, van die keelpastilles. Ja, lekker, ideaal. Zo. Wow. Gelukkige. Maar rode raken die vandaag jarig is, die heeft er niet. Nou, hopla. Ja, de rode raken die hier dus jarig is vandaag, die is niet aanwezig. Die is naar buiten toe. En dat in die kou. Ik ga mijn schort even opdoen. Een lepel hebben. Ook dat nog. Ja, soep eten met een vork. Hartstikke moeilijk, hè?
Ja, ik heb altijd een schort om tegenwoordig. Tenminste, tegenwoordig al een aantal jaren. Vroeger niet. Vroeger, dat ik nog redelijk goed kon staan. En dat ik bijna nergens geen last van had, dat ik nog jong was. Toen stond ik nog te koken. Kan ik niet meer. En toen wou mijn schort niet goed. Ook dat nog. Trek ik er straks een knoop erin en dan wil die niet af. Zo. Dat, toen had ik nooit geen schort om. Want als je mocht, valt het niet op je kleren, maar op de grond. En dan kun je daar opvegen of even wegdwijlen. Nu zit ik op mijn trippelstoel. En die kan omhoog, die kan naar beneden. Dan kun je erbij, beter bij de spullen. Maar nou zit je dus meer. En dan mors je ook meer op je kleding. En dat vind ik een beetje zonde voor mijn kleding. En daarom ben ik schorten gaan dragen. Want ik had er altijd eigenlijk een hekel aan. Schort, met een schort, weet je. Die kleding kan ook in de was. Maar als je zit, het moet koken, et cetera, dan gaat dat sneller vuil worden. Zou ik nu even gaan pakken? Ik had er twee. Ja, ik heb er nog één. Ja, ik heb nog meerdere lepels, maar ik eet maar met twee lepels. En dat is deze. Daar heb ik er twee van. Het is niet te groot, het is niet te klein. Maar nu, lieve vrienden, jullie weten wat ik ga eten. Haaienvinnensoep. Gepaneerde garnalen met een sausje. Bami. En ik laat hem lekker smaken. En ik zou zeggen, jullie een fijne avond. En tot later vanavond. Ik zou zeggen, doei doei. En lieve vrienden, en ik heb nog best een heleboel over. En daar kan ik nog een aantal keren van eten. Daar zit nog genoeg saus in. Genoeg van die garnalen. En genoeg bami. En het gaat zoals het afgekoeld is. Lekker eventjes in de koelkast. Nee, ik morgen sowieso alweer. Daarna laat ik het even één avond overslaan. Maar dan heb ik woensdag weer. Ja, dus het komt allemaal wel op hoor. Ik gooi niks weg. Nee. En ik heb de poesbeestjes en het hondje even natuurlijk wat voor die garnalen gegeven stukjes. En ook omdat die rode vandaag jarig is geworden. Dus ja, langzaam te leven in de gloria. Waar die momenteel is, weet ik niet. Ik denk naar boven toe. Hij denkt ook, bijvoorbeeld... Oh nee, Simo. Ga even zakken. Ga jij eens even weg met je neus. Nee, ga even weg met je neus. Nee, jij bent niet jarig. Jij bent niet jarig. Die is daar jarig, daar onder de stoel. Nee, daar onder de stoel, die rode rakker. Ja, je laat mijn camera bewegen. Zo, die is vandaag jarig. Hé, ze zitten onder elkaar, terwijl ze dat niet eens van elkaar weten. En daar zit mijn andere meisje. Ja. Nee, hij is jarig. Hé, deze meneer is jarig, hè? Ja, die meneer is jarig. Onze rode rakker, onze rode dakhaars, ja. Dus ja, lieve vrienden, dan zeg ik tot vanavond maar weer. Doei, doei, doei. Moet ik weer omdraaien, anders kan ik het niet uitdoen. Ja, lieve vrienden, we zijn weer tot onze laatste vlog toe. Hè. Het is weer avond, we gaan zometeen weer naar ons bedje toe. Dat, ik kan deze nou zometeen nog even in de map zetten op mijn computer, zodat die in elkaar gezet kan worden. In de videopad. Dus ik wens jullie allen een welterusten, lekker slapen, mooie dromen, met Godzegen gewenst. Morgen is het weer maandag, dus ik zeg dan aan de andere kant van de nacht. Voor degene die werken moeten, werk ze. Degene die naar school moeten, leer ze.
En degene die lekker thuis kunnen blijven, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Tot aan de andere kant van de nacht. Doeg, doeg. En jij wilt nog naar buiten. Amahoula.